1968 het dominee Jan de Lange van Riversdal by die synode opgestaan en die synode was bezig om te praten over die oprichting van een kerkcentrum. Die groot centrum wat wel later daar in Kaapstad opgerig was. Maar hy het toe vir die synode gesê, julle belê nou geld in stenen en cement. Maar een baie groter belegging is in die geestelike heilontwikkeling van ons lidmate. En daarom het die synode toe ingewillig om sogenaamde stichtingsgeld of seed money beskikbaar te maak, wat toe gebruik is om onder die destijdse Huguenote College met Bybelkoor te kon begin. Hoe rus een mens jouself toe? Natuurlijk door naar die eredienst toe te kom. Jy kan begin door een slagordentlik Bybelstudie te doen, door een hulpmiddel daarvoor te kry. Jy kan gaan aansluit by een klein groep. Jy kan daks deel word van een uitreike aksie ergens. Jy kan inskrywe vir een kursus wat vir jou help om bietjie meer akademies oor van die probleme in die land na te dink. Uiteindelik is een kursus of al hierdie toerustingsmateriaal moet goed wees wat gerig is op ons context, die Suid-Afrikaanse context. Dit moet in een lekker taal wees wat ons as moderne mense kan gebruik. Dit moet getrouw wees aan hoe ons die evangelie verstaan.